Welkom op deze najaarsvooruitzichten van de Nationale Bank. En net zoals 6 maanden geleden gaan we deze webinar organiseren met Geert Langenus, die in naam van de hele equipe natuurlijk, die deze prognoses klaarmaakt, het woord gaat nemen gedurende het leeuwendeel van deze presentatie. Ce qui va vous frapper, c'est que par rapport à nos estimations d'il y a 6 mois, il n'y a pas beaucoup de changements. Et donc, weinig verrassingen in vergelijking met pakweg 6 maanden geleden. Dat wil niet zeggen dat er niet heel wat gebeurt in de wereld, maar het betekent wel dat datgene wat we pakweg 6 maanden geleden voorspelden, dat dat voor een belangrijk stuk overeenstemt met wat we vandaag ook kunnen bevestigen. En ik ga beginnen, zoals dat altijd gebruikelijk is, met een blik te werpen op de wereldeconomie als zodanig, omdat voor een open economie als België het uiteraard cruciaal is om te kijken wat die internationale omgeving laat blijken. We werken met cijfers van de commissie, omdat de cijfers van de ECB niet allemaal kunnen publiek gemaakt worden op dit ogenblik. Eerste slide, we zien dat we daar geconfronteerd zijn met een vrij robuuste groei, vrij robuust in ieder geval in vergelijking met de soms wat angstige vooruitzichten rond recessies en dergelijke, een groei op wereldschaal van ongeveer 3%. U moet dat natuurlijk wel vergelijken met de groei die de afgelopen 20 jaar eerder in de buurt van de 3,8% kwam dan wat we vandaag optekenen met een groei van 3%. Maar dat is toch nog altijd relatief behoorlijk in vergelijking met wat men kon verwachten met heel wat crisissen en geopolitieke situaties die een stuk schaduw werpen op het economisch gebeuren. Voor wat, ik ga niet elk onderdeel van elke economie bespreken, maar wat China betreft kun je toch wel vaststellen dat er een zeker COVID-herstel is gekomen. Dat wil zeggen, na de heropening van de Chinese economie is er een kleine heropleving geweest. Maar vrij snel is die Chinese economie toch geconfronteerd met haar typische problemen die ze de laatste tijd kent. Economische zorgen, onder andere in de vastgoedsector. En haar groei blijft dus flink onder het objectief van de Chinese overheid van 5%. Anderzijds, langs de andere kant van de Atlantische Oceaan, stellen we toch wel vast het bijzonder behoorlijke presteren van de Amerikaanse economie. Om u maar één illustratie te geven, in het derde kwartaal van dit jaar was de groei op kwartaalbasis 1,3%. Dat is eigenlijk, als je dat dan zou vermenigvuldigen met 4, uiteraard een bijzonder stevige groei. In alle geval, wanneer u deze cijfers bekijkt, moet u ze toch ook een klein beetje tegen het licht stellen van iets wat aan de gang is geweest, de monetaire verstrakking die de meeste centrale banken in deze wereld hebben doorgevoerd. En het is dus niet helemaal abnormaal dat in termen van groei men geconfronteerd is met een beetje tegenwind, al was het maar vanuit die monetaire hoek. Als we dan naar de volgende slide gaan, dan stellen we vast, en ik heb al gezegd dat de Belgische economie sterk afhangt van haar positie als open economie. We stellen daar toch wel vast dat de situatie voor de uitvoer wat lastiger is dan misschien die toch nog redelijk robuuste groei zou kunnen laten vermoeden. Il est clair que, en termes de marché à l'exportation, il y a un peu plus de contrevent. Cela a notamment ça a quelque chose à voir avec des effets de composition. Il faut savoir que la reprise économique a été pour une bonne partie poussée par les services qui sont bien sûr moins aptes à jouer le jeu du commerce international. Et en ce qui concerne les investissements, ils ont quand même connu aussi l'effet des taux d'intérêt montants. Ce qui explique pourquoi, quand on regarde les PMI concernant les marchés à l'exportation, que nous nous trouvons, que ce soit sur la ligne jaune ou bleue, donc si vous regardez soit le monde ou vous regardez l'eurozone, nous sommes en dessous de 50, qui est typiquement vu comme le niveau de stabilisation. Et donc, moeilijke exportmarkten, wij hopen wel en wij veronderstellen zelfs dat we op termijn terug, en dat ziet u aan de rechterkant van deze slide, dat wij teruggaan naar een elasticiteit van 1 wanneer het gaat over export. Dat wil zeggen, een groei van 1% in de wereld zou eigenlijk dicht tegen de 1% groei moeten opleveren in termen van exportcapaciteit.
En dat heeft voor gevolg dat we langzaam, u ziet het daar, geleidelijk terug omhoog gaan in de komende jaren naar een groei van de relevante markten waar België naar exporteert van orde van grootte 3%. Dus dat zijn tekenen die aan de wat optimistische kant kunnen worden geïnterpreteerd. Belangrijk aspect natuurlijk bij alle assumpties, dat is wat gebeurt er met de energieprijzen. U ziet op de gele lijn telkens wat wij in juni voorspelden. En u ziet daar dus dat de gasprijzen alles tezamen vrij sterk gevolgd hebben als we kijken naar de futuresprijzen. Datgene wat we 6 maanden geleden voorspelden. En ik kan u zelfs zeggen dat in vergelijking met de cut-off date van deze assumpties, eind november, de gasprijzen eigenlijk nog wat flinker zijn gedaald. Hier ziet u op de grafiek dat we nog met gasprijzen zitten die al bijna in de buurt van de 50 euro komen, terwijl we vandaag eigenlijk op gasprijzen van orde van grootte 34 euro zitten. Dus in vergelijking met die grafiek zitten we zelfs nog een tikje gunstiger. Anders is het voor de petroleumprijzen. Daar is in vergelijking met pakweg 6 maanden geleden de assumptie toch eerder wat hoger qua prijzen. Heeft uiteraard te maken met een aantal spanningen, een aantal initiatieven ook van olieproducerende landen. Maar ook daar weer, in vergelijking met wat u hier op de grafiek ziet, moeten we toch wel registreren dat de petroleumprijzen sinds de cut-off date een tikje lager zijn uitgekomen dan wat u hier ziet. Goed, in ieder geval, deze assumpties samengeteld geven het volgende beeld. Een beeld die op het niveau van de inflatie in ieder geval duidelijk toont dat we in een dalende richting zijn. Donc il est clair que l'inflation totale a continué de diminuer au cours de ces derniers mois. Et même quelque peu plus rapidement qu'estimé par le BCE en septembre. Pour atteindre 2,4% en novembre. Selon les projections de l'Eurosystème, l'inflation de l'énergie augmenterait encore temporairement, tandis que l'inflation alimentaire et l'inflation sous-jacente, donc c'est-à-dire l'inflation en ne comptant pas essentiellement les prix d'énergie et les prix des produits alimentaires, que cette inflation sous-jacente continuerait de diminuer de façon constante. Alors, cette inflation sous-jacente, qui vraisemblablement est l'indicateur qu'il faut surtout tenir à l'œil, il demeure juste au-dessus de 2% durant toute la période de projection et par conséquent, il reste supérieur à la moyenne du long terme et encore par rapport à l'objectif du BCE. En quoi est-ce que ça peut s'expliquer Il y a toujours ce risque d'ailleurs d'une inflation qui n'évolue pas convenablement vers l'objectif de 2% si jamais les évolutions salariales continueraient à être plus fortes que celles qu'on pourrait attendre au niveau des chiffres de l'inflation de base. We zitten met een relatief krappe arbeidsmarkt nog steeds. En dus de gevaren op loononderhandelingen die gevoelig verder zitten dan datgene wat de inflatie, wat coherent zou zijn met een inflatie van pakweg 2%. We zitten nu in de eurozone met cijfers die in de buurt van de 6% komen wanneer we kijken naar de stijging van de uurloonprijzen. Dus dat betekent eigenlijk dat er een opwaartse druk of een opwaarts risico blijft bestaan ten aanzien van die inflatie aan de hand van wat de loonsonderhandelingen in de nabije toekomst gaan opleveren. Het probleem is dat we daar eigenlijk geen grote zekerheid over zullen hebben tot pakweg enkele maanden in het jaar 2024, want een en ander is in de meeste landen niet het gevolg van een automatische indexering zoals in België, maar is in de meeste landen het resultaat van onderhandelingen die typisch zullen moeten wachten tot februari, maart vooraleer er een goed beeld gaat ontstaan. Alors donc, après une année qui a été particulièrement morose, il y avait à peine une croissance dans le quatrième trimestre de 2022, l'économie de la zone euro se redresserait progressivement grâce surtout à une plus forte demande intérieure. Vous voyez que en termes de consommation des ménages, on reprend, vous le voyez déjà en 2024, mais ça se lance déjà au début de la période pour atteindre des chiffres de 1,4, 1,6
Et donc, il est clair que d'un côté, la diminution de l'inflation et de l'autre côté, la croissance des salaires nominaux a clairement soutenu le pouvoir d'achat des ménages, ce qui explique pourquoi, dans la croissance, le rôle des familles continue à être quand même assez important. Ce qui frappe aussi, c'est que les investissements des entreprises continuent à la hausse, en tout cas en comparant 2023 aux années suivantes. En dat alles, ik herhaal het nog eens opnieuw, tegenover een context waarbij dat we moeten erkennen dat de stijgende interestvoeten uiteraard een bepaalde neerwaartse druk uitoefenen op die wens om te investeren. We gaan dat straks, wanneer we een zoom doen op België, nog eens opnieuw vaststellen. Een deel van de bedrijfsinvesteringen blijft sterker dan wat je misschien met alle tegenwind van vandaag mag verwachten. Wat ook heel sterk blijft, is de werkgelegenheid. U ziet dat de werkloosheidsgraad zelfs een tikje daalt. Heeft veel ook te maken met de demografische ontwikkelingen. Dus het aantal nieuwkomers op arbeidsleeftijd is niet zo belangrijk in vergelijking met het aanbod van nieuwe banen. Waardoor we eigenlijk blijven zitten met een arbeidsmarkt die misschien wat iets minder acuut krap is dan pakweg een jaar of twee jaar geleden. Maar die toch nog altijd op een vrij hoog niveau blijft zitten. Ik denk dat voor ik naar mijn laatste slide ga en dan het woord ga geven aan Geert, dat ik hier nog even wil tonen dat wanneer we over de vooruitzichten kijken, dat de ontwikkeling in de richting van een groei die terug wat meer à la hausse is, dat die duidelijk in de eerste grafiek te zien is. Je merkt duidelijk dat we verwachten dat de kwartaalgroei alvast vanaf de tweede helft van 2024 zich weer met 0,4% op kwartaalbasis zich op een soort kruissnelheid bevindt. Dat is, ik herhaal nog eens opnieuw, de veronderstelling zoals men binnen het eurosysteem vandaag naar de economie kijkt. Dat laat niet weg dat onze experten bijvoorbeeld naar die tweede grafiek aan de rechtse kant kijken met een stukje afwachtende houding. Hier zou op basis van de PMI blijken dat bijvoorbeeld voor de Duitse en de Franse economie de uitbodeming van het vertrouwen een einde heeft gekend of dat die terug eigenlijk à la hausse zou kunnen vertrekken. Noteer toch wel dat de score onder de 50 blijft. En het blijft dus inderdaad afwachten of die verwachting dat men terug gaat aanknopen met een iets meer vertrouwvolle omgeving, of zich dat ook in de feiten bevestigt. Maar dat is alvast wat vandaag in de statistieken zich bevindt en op basis waarvan wij de rest van onze prognoses maken. Ik ben dan alvast aan het einde gekomen van het internationale luik en ga dan het woord geven aan Geert Langenus voor wat België betreft. Dank u wel, Steven. Welkom ook van mijn kant op dit webinar. Kleine verontschuldiging vooraf, zoals u misschien al hoort, is mijn stem niet in al te beste conditie. Maar dat geldt wel voor de Belgische economie. Dus ik ben blij om u een aantal toelichtingen te geven, heel specifiek over België. De slides gaan. Iets te automatisch en te snel vooruit vooral. Oké, er schijnt een automatisme op de slides te zitten. Oké. Ja, zoals de vicegouverneur al heeft gezegd, gaat u vandaag misschien heel weinig nieuws leren, omdat onze prognoses van juni eigenlijk vrij accuraat zijn gebleken. Ik geef hier bij wijze van aperitief de BBP-groei aan de ene kant en de inflatie aan de andere kant. En vous voyez donc que dans les deux cas, c'est relativement similaire entre les projections de juin et les projections actuelles. Petit bémol, donc j'insiste sur ce que Steven vient de dire. Il faut que effectivement le commerce mondial se redresse, comme
on a dans les hypothèses. Et deuxièmement, on doit supposer effectivement que l'Union européenne, ou plutôt la zone euro, va rebondir graduellement vers une croissance plus positive. Ik ga dan heel snel over, of ik ga beginnen met de korte termijn. En u kent de korte termijn statistieken voor de Belgische economie ongetwijfeld. Dus daar zijn er wel wat statistische wijzigingen geweest en er zit wel wat volatiliteit op de cijfers. Maar al bij al, ook met de hulp van de statistieken die ook voor 2022 een beetje zijn aangepast, zitten we eigenlijk perfect in lijn, of redelijk goed in lijn in elk geval, met wat we in juni hadden voorspeld. Dus de groei zou volgens ons rond de 1,5% de jaargroei voor 2023 landen. Als we dan de korte termijn voorspelling van iets naderbij bekijken, dan is het altijd nuttig om te kijken naar de vertrouwensindicatoren. U ziet daar een grote divergentie. Aan de ene kant is het consumentenvertrouwen eigenlijk verbeterd en nog steeds aan het verbeteren. Aan de andere kant lijkt het ondernemersvertrouwen wel wat weg te zakken. Al is er daar een kleine uitbodeming, u ziet het daar in de laatste maanden. We hebben nog geen cijfers voor december, maar in elk geval november was er al een licht herstel. Nu, als je die twee zaken samen neemt en je legt dat ook naast onze andere business intelligence, zoals we dat dan noemen, onder andere de gesprekken die we hebben met ondernemers in het kader van onze business echo, dan is de boodschap eigenlijk dat ondernemers nog altijd zeggen dat omstandigheden moeilijk zijn. Maar ze zei dat eigenlijk ook in de vorige drie kwartalen. En u ziet dat we desalniettemin een groei van gemiddeld 0,4% hebben gehaald. Dat het misschien nog een klein beetje gaat verslechteren in het laatste kwartaal van dit jaar. Maar daarna is men vrij hoopvol of vrij vertrouwensvol voor het eerste kwartaal van 2024. Nu, wij hebben dat vertaald, ook op basis van onze nauwkastingmodellen enzovoort, in een korte termijnraming van 0,3%. U hebt dat misschien gelezen in onze Business Cycle Monitor van vorige maandag, voor zowel het laatste kwartaal, dus het lopende kwartaal van 2023 en het eerste kwartaal van volgend jaar. De risico's, als ik mij daarover persoonlijk mag uitspreken, op korte termijn lijken mij zelfs eerder opwaarts gericht zijn. Dus je kan eigenlijk zeggen dat we verwachten dat het 0,3% in het laatste kwartaal zal zijn of beter. Alors, si on regarde le plus long terme, et ça c'est un peu le graphique habituel, on peut regarder d'abord les chiffres de croissance annuels. Donc là, on passe de 1,5% cette année-ci à un chiffre qui est plus proche de la moyenne pour la croissance potentielle. Donc 1,5%, c'est non seulement beaucoup plus élevé que ce qui se passe en zone euro. Comme le vice-gouverneur l'a dit, là, l'économie est en fait en stagnation depuis pratiquement un an déjà. Mais c'est aussi un peu supérieur à notre croissance potentielle. Donc, ce qui va se passer dans nos estimations, c'est qu'on va graduellement, ou relativement vite, s'approcher de cette croissance potentielle à partir de 2024. Donc, on arrive à 1,2% en chiffre annuel. Si on regarde les flûtes colorées, là, en fait, on a une première impression de ce qui soutient la croissance. Cette année-ci, c'est clairement surtout la consommation des ménages à cause de la hausse du pouvoir d'achat. On y revient. C'est même encore plus les investissements des entreprises. C'est le bloc, si je le vois bien, vert. Je dois deviner parce que c'est un peu loin. Le bloc vert. Qui en fait contribuent même plus à la croissance cette année-ci que la consommation des ménages. Il y a aussi une contribution, surtout en 2024, des dépenses et surtout des investissements publics. C'est surtout lié au cycle électoral. Donc les pouvoirs locaux ont tendance à investir beaucoup juste à l'approche des élections communales. C'est comme ça tous les 6 ans, donc on pense que ce sera comme ça cette fois-ci aussi. Ce qui ne contribue pas du tout à la croissance, c'est les exportations nettes. Vous voyez là qu'ils sont négatifs en fait pour toute la période.
Als we dan heel snel even de belangrijkste vraagbestanddelen overlopen en beginnen met de gezinsconsumptie, dan valt een wat opvallend fenomeen op, daar op de linkerkant van de slide, de linkergrafiek, een heel sterke koopkrachtdaling, wat heel zelden gebeurt in België in 2022, en een koopkrachtstijging, een heel sterke koopkrachtstijging in 2023. Dat zijn heel grote schokken in de koopkracht die opnieuw vrij zeldzaam zijn. En je ziet dat gezinnen hun consumptiepatroon daar een beetje aan aanpassen. Dus met andere woorden, mochten ze het volledig hadden afgestemd op een inkomensverloop, dan zou men eerder de consumptie hebben laten dalen vorig jaar. Dat is absoluut niet gebeurd. Men heeft ze zelfs heel veel laten stijgen. En men remt een klein beetje af, dus men spaart een beetje meer in 2023 dan de eigenlijke inkomensstijging. Technisch heet dat consumption smoothing, hè, de afvlakking van het consumptiepatroon. En als economist is het altijd fijn om dat ook eens in het echte leven te zien en niet alleen in handboeken. Nu, in de volgende jaren, vanaf 2024 tot 2026, zie je dat de consumptiegroei zich min of meer normaliseert. Licht gelijke tred uit, misschien iets lager of iets hoger dan de inkomensgroei. Maar daar draaien we rond de consumptiegroei van 1,6 à 1,7% per jaar, wat relatief normaal is voor België. Ik kan misschien niet te veel uitleg meer geven over de reden van die heel sterke koopkrachtschokken in 2022 en 2023. De mensen die het webinar 6 maanden geleden of 12 maanden geleden hebben gevolgd, die herinneren zich dat dat alles te maken heeft met de vertraagde toepassing van de indexeringsmechanismen in België. Dus de inflatie was bijzonder plots, bijzonder hoog in 2022. Je krijgt de volledige indexering met een zekere vertraging, wat dus betekent dat je er eerst een beetje aan verliest en dat je dat daarna terugwint in 2023. Het is vooral die schok wat u daar op de rechtergrafiek ziet staan. Dan nog één klein puntje misschien over de spaarquote zelf. Dus ik heb al gezegd dat de spaarquote daalt in 2022. Mensen hebben hun spaargeld nodig om hun consumptie ondanks de dalende inkomen op peil te houden. De spaarquote stijgt weer in 2023 omdat men een beetje afremt. En daarna, en dat is misschien wel opvallend, blijft de spaarquote hangen rond tussen de 13 à 14%, terwijl we voor de pandemie eigenlijk op een niveau van 12% zaten. Wat dus betekent dat we 5 jaar na datum of 5 jaar later of 6 jaar later meer sparen dan voor de pandemie. Daar is een heel eenvoudige reden voor. Het feit dat de rentevoet sterk is gestegen, betekent ook dat de vermogensinkomens van de mensen vrij sterk stijgen. U moet zelf maar naar uw interesse op uw spaarboekje bijvoorbeeld kijken om dat in te zien. In procentpunten zijn dat relatief beperkte stijgingen. Hè. Men gaat van ja, bijna nul zeker naar, in het beste geval, als je een hoog rentenspaarboekje hebt, 3% momenteel. Maar als je dat uitdrukt in procentuele veranderingen, dan zijn dat heel grote stijgingen. En nu is het zo dat die vermogensinkomens meer gespaard worden traditioneel dan de arbeidsinkomens. Wat dus betekent dat alleen al door dat compositie-effect dat men gemiddeld meer spaart op het einde van de rit dan voor de pandemie. Oké, alors on passe aux investissements des entreprises. Donc, Steven l'a déjà indiqué pour la zone euro. En fait, pour la Belgique, on voit plus ou moins la même chose, mais encore beaucoup plus. Donc, ce qui s'est passé là, c'est qu'on a vu des trimestres avec des croissances, et je n'utilise pas ce mot dans chaque webinaire sur les projections économiques, mais je pense qu'ici, c'est approprié, des croissances spectaculaires des investissements des entreprises. Donc, il y a eu 2 trimestres, notamment avec des croissances près de 10% en chiffre annuel. Donc, sur 1 an, les investissements des entreprises augmentent 10%, malgré la hausse des taux, malgré la pression sur les marges, malgré la hausse des coûts, etc. Donc, on pense que ça va se normaliser dans les années à venir. Ici, l'image est un petit peu trompeur parce que vous avez sans doute l'impression que les flux sont très petits, mais ça, c'est parce qu'ils suivent
effectivement des barres très 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 élevées avec des croissances spectaculaires dans le courant de 2023. Donc si on exprime tout cela en pourcentage de PIB, donc investissement des entreprises par rapport au PIB, vous voyez qu'en fait on continue la tendance plutôt à la hausse aussi pour la période de projection. Alors vous allez sans doute me demander, mais en quoi est-ce qu'on investit alors, ou quels sont ces investissements? Donc d'abord, on n'a pas toutes les statistiques actuellement, et évidemment l'année n'est pas encore finie, mais selon ce qu'on entend, selon ce qu'on voit à gauche et à droite, c'est un phénomène relativement général, donc ce n'est pas une ou deux ou trois très grandes entreprises qui investissent beaucoup, c'est vraiment beaucoup d'entreprises qui investissent beaucoup, et ce sont surtout des investissements pour rendre les processus de production plus digital, pour digitaliser le processus de production, automatiser, etc., ou pour les rendre moins énergivores dans le contexte de la transition et climatique, évidemment. Quadric hetzelfde kon zeggen, dezelfde positieve boodschap kon geven voor de woningenmarkt, de investeringen van gezinnen in woningen, maar u ziet dat dat verre van het geval is. Hoe spectaculair positief de cijfers waren voor de ondernemingsinvesteringen, zo spectaculair negatief zijn ze eigenlijk voor de woninginvesteringen als je naar de afgelopen kwartalen kijkt. Omdat men daar een beetje te maken heeft met een soort perfecte storm van alles wat kan tegengaan, gaat ook tegen. De rente is fors gestegen, daardoor wordt een hypothecaire lening duurder. De bouwkosten zijn heel fors gestegen. Het is niet omdat de inflatie afneemt dat die bouwkosten dan weer naar hun oorspronkelijke niveau gaan. Nee, alleen ze stijgen minder snel. Wat je ook ziet is dat tijdens de periode van lage rente er heel wat particuliere investeerders naar de woningmarkt zijn getrokken om in een soort build- en let-formule in te stappen. Dus in plaats van rendement op financiële markten te zoeken, bouwden men bijvoorbeeld appartementen en probeerden men die dan te verhuren. Nu de rente veel hoger is op de financiële markten, wordt dat minder interessant en zijn die investeerders uit de markt aan het wegtrekken. Dus er zijn een aantal factoren die daar allemaal wat in de verkeerde richting gaan, zal ik maar zeggen, en die ervoor zorgen dat de woninginvesteringen momenteel bijzonder zwak zijn. We denken dat dat niet van vandaag op morgen zal keren. Als je naar vooruitlopende indicatoren kijkt, zoals bijvoorbeeld de aangevraagde bouwvergunningen of de aangevraagde hypothecaire leningen, dat zijn allemaal dalingen met meer dan twee cijfers, om het zacht maar toch duidelijk uit te drukken. Dus dat zal niet van vandaag op morgen opgelost gaan. We zien wel een geleidelijke normalisering naar de tweede helft van de projectieperiode toe. Maar opnieuw, als je dat uitzet in termen van BBP, dus woninginvesteringen gedeeld door BBP aan de rechterkant van de slide, dan zie je dat we daar ook een beetje de trend volgen, maar wel de trend volgen in de verkeerde richting, namelijk eerder naar beneden dan naar boven. Waarom is dat een beetje zorgwekkend en waarom is dat duidelijk de verkeerde richting? Wel, omdat men net heel veel renovatie-investeringen, nieuwbouw, misschien ook nodig heeft als onderdeel van de klimaattransitie. Dus met andere woorden, we moeten net heel veel meer investeren in renovatie en woningbouw, terwijl we op dit moment eerder achteruit gaan. Ok, alors je passe aux exportations. Là, l'histoire n'a pas changé non plus. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, on a deux informations en plus, notamment les chiffres pour le deuxième et le troisième trimestre de cette année-ci, tant pour les exportations que pour la croissance des marchés à l'exportation. Si on fait la différence, on peut donc calculer les pertes ou les gains de parts de marché. Malheureusement, ce sont clairement des pertes ici, comme vous voyez sur le graphique à gauche, parce que la croissance des exportations chute, en fait, beaucoup plus que la croissance des marchés à l'exportation. On pense que ça va s'améliorer ou se détériorer moins, plutôt, dans les années à venir. Pourquoi? Parce que notre compétitivité coût qui est en train de se dégrader quand même de manière importante aujourd'hui, à cause de la hausse des coûts salariaux, à cause du fait que l'énergie coûte beaucoup plus cher en Europe qu'aux États-Unis, par exemple, qu'en Inde, qu'en Chine.
En fait, au moins pour les coûts salariaux, ça va se rétablir un tout petit peu dans les années à venir. J'y reviens tout de suite. Mais donc, on va vers des pertes de parts de marché qui sont plus en ligne, même un peu meilleures que la moyenne historique. Mais donc, ce qu'il y a, c'est que les exportations nettes ne contribuent, comme je l'ai dit, rien à la croissance du PIB, tout comme en juin. Donc, comme on l'a expliqué en juin, we zijn hier op één motor aan het vliegen, namelijk de motor van de binnenlandse vraag. En volgens ons gaat dat nog tot 2026 duren. Dan ga ik heel kort in op de arbeidsmarkt. Waarom kort? Ja, omdat ik ook daar eigenlijk weinig nieuws heb te vertellen. Dus we hadden, denk ik, correct voorspeld dat er een vertraging zat aan te komen. In alle eerlijkheid, dat was ook niet zo moeilijk, want je komt van 2 jaren waar er bijna jaarlijks 100.000 jobs zijn bijgekomen. Dat is heel uitzonderlijk voor de Belgische economie. Dus ja, iedereen had kunnen voorspellen, denk ik, dat er vertraging zat aan te komen. En het lijkt erop, we hebben opnieuw al 3 kwartalen van 2023, het lijkt erop dat we min of meer inderdaad zullen landen op een cijfer van ongeveer 45.000 extra jobs. U ziet dat dat nog een klein beetje zal verminderen in de komende jaren. De reden daarvoor is gewoon de BBP-groei, die zoals u uit de eerdere slide zag, wat gaat achteruit gaan. Dus de jobcreatie gaat gewoon iets mee verminderen. Dat betekent dat de werkgelegenheidsgraad verder zal blijven toenemen. U ziet dat in de lijn op de linkergrafiek. Maar u ziet ook dat die toename eerder traag en eerder trendmatig verloopt. Het is niet zo dat daar onmiddellijk heel grote hervormingen of zo zijn gebeurd. Wat je ziet is vooral cohorte-effecten door vooral vrouwelijke werknemers die, of vrouwelijke cohorten die nu meer deelnemen aan de arbeidsmarkt dan dezelfde leeftijd 20, 30 jaar geleden. En aan de andere kant zie je denk ik ook de verstrenging van de vroege uitstapregelingen voor, laten we zeggen, 55-plussers. Dus dat ligt een beetje in de lijn van de continuïteit. En we komen uit daar in de richting van 72, misschien maximaal 73%. Maar we blijven dus nog altijd heel ver van het streefcijfer van 80%. Aan de andere kant ziet u de werkloosheidsgraad. Ook daar denk ik, dat is misschien wel het goede nieuws of het beste nieuws van deze slide, dat die werkloosheidsgraad relatief constant gaat blijven tussen de 5 à 6%. Waarom is dat goed nieuws? Omdat dat voor België eigenlijk een historisch laag niveau is. We zaten denk ik net voor de pandemie op 5,4%. Nu gaat dat ja, ongeveer op datzelfde niveau constant blijven. Alors, je passe à des considérations peut-être un petit peu plus structurelles, des contraintes d'offre, les pénuries de travailleurs ou d'emploi. Là, de nouveau, notre vision n'a pas trop changé par rapport aux projections de juin. Donc, vous voyez sur le graphique de gauche qu'on s'approche d'une période dans laquelle la population en âge de travailler va pratiquement stabiliser et diminuer après. C'est les projections du Bureau du Plan, d'ailleurs, ce n'est pas nos projections. Donc, ça veut dire, si on veut avoir encore de la croissance, ça doit venir via d'autres canaux. Il y a 2 canaux qui sont importants, notamment une participation accrue au marché du travail. Là, vous voyez le graphique au milieu. Et une plus grande productivité des gens qui participent au marché du travail, qui travaillent alors. Là, c'est plutôt la graphique de gauche. Pardon, de droite. Donc, on est très transparent, on vous montre ce qu'on a fait. Donc, on va vers un rebond de la productivité, mais un rebond, disons, limité. Donc, on s'approche de la moyenne historique, là, vers 2026. Donc, c'est quand même une amélioration, parce qu'actuellement, la production diminue. Pardon, la productivité diminue. Donc, on va vers une hausse plutôt tendancielle de la productivité. Et deuxièmement, on va vers une hausse de nouveau tendancielle de la population, pardon, de l'activation au niveau, of de participation, moet ik zeggen, van de deelname aan de arbeidsmarkt. Maar opnieuw ziet u dat die lijn eigenlijk min of meer ja, constant wat oploopt. Dus we verwachten daar geen al te grote schokken, gewoon de trends uit het verleden die wat worden voortgezet. Dus ik herhaal, om een gemiddelde groei te hebben die ongeveer in lijn ligt met de potentiële groei, wat dus
1,3% of 1,2% is, moet je eigenlijk een herstel van de productiviteit hebben en moet je een bijkomende toename van de participatiegraad aan de arbeidsmarkt hebben. Alors, on passe au volet prix et salaire, ou coût et salaire. En ik begin misschien met de grafiek waar de inflatie netjes in stukjes wordt geknipt en gepresenteerd. We hadden nu in essentie twee voorspellingen gedaan, denk ik, in juni. Namelijk dat de inflatie zelfs negatief zou worden in de herfst van 2023, van dit jaar. Toen klonk dat wat vreemd, wat exotisch misschien, omdat we toen nog op een heel hoog niveau van inflatie zaten, maar dat is ook in de werkelijkheid gebeurd. Dus in oktober en in november ook nog van dit jaar is de inflatie, althans volgens onze maatstaf AICP, eigenlijk negatief geweest. Dus dat betekent dat de prijzen in november dit jaar lager liggen gemiddeld dan de prijzen in november vorig jaar, wat toch wel spectaculair is. Donc la deuxième promesse qu'on vous a faite, c'est que on arriverait à une croissance, pardon, une inflation plutôt annuelle qui sera 2% ou même moins que 2%, je pense que c'était 1,9. Malheureusement, j'aurais aimé qu'on aurait pu tenir cette promesse aussi, mais malheureusement, là on arriverait plutôt un peu de l'autre côté de 2%, donc plutôt 2,3% que 1,9. Pourquoi? Ben, parce que le vice-gouverneur vous a montré les graphiques avec les prix pétrolier tout à l'heure, et vous vous souvenez de la bosse qu'il y a eu, la hausse relativement, au début c'était un peu inquiétante, en été, mais qui a disparu graduellement par après. Mais quand même, ça a été suffisant pour pousser l'inflation annuelle à la hausse de quelques dizaines de points. Ja, de rest van de grafiek is eigenlijk exact hetzelfde, of min of meer hetzelfde, als wat we in juni hebben gezegd. Dus door die technische factor van de terugtrekking van de energiepremies die we nog in 2023 hebben gehad, zou de inflatie weer een beetje stijgen in 2024. Ik weet niet of het u zich nog herinnert, maar in januari, februari en maart hebben we allemaal, of de meesten onder ons, een cheque van de regering gehad, met €200 voor elektriciteits- en huishoudelijk gasverbruik. Statistisch wordt dat uitgespreid over een heel jaar en wordt dat in de prijs opgenomen. Dus men reflecteert dat als zijnde een daling van de prijs van huishoudelijk elektriciteit en gasverbruik. Als dat verdwijnt, en het is uiteraard niet meer doorgegaan vanaf april van dat jaar, dan betekent dat technisch gesproken dat die prijs weer toeneemt. En het is dat, ja, toch wel vreemde technische effect wat u ziet in 2024, wat dus tijdelijk de inflatie weer richting 4% brengt. Geen paniek, het is geen loonprijsspiraal, geen winstprijsspiraal, het is puur het technisch effect van het terugtrekken van de overheidssteun daarin. En zoals u ziet, in 2025 en 2026 daalt de inflatie weer netjes onder de 2%. C'est toujours intéressant aussi regarder l'inflation sous-jacente. Donc là aussi, houd vasthouden, nos projections ont été relativement précises. Dus die zijn eigenlijk gedaald zoals we verwacht hadden. Dat was ook niet zo moeilijk, omdat we wisten dat die sterke prijsstijgingen die je had gezien in de loop van 2022 geleidelijk uit de cijfers zouden gewassen worden. En dat zou betekenen dat, zelfs al gebeurt er niets, dat de onderliggende inflatie zou dalen. Maar het ding is, er is wel degelijk iets gebeurd. Ook het groeitempo van onderliggende inflatie is trouwens de prijs van goederen, de prijsverhoging van goederen, niet-energetische goederen en diensten. Er is daar wel iets mee gebeurd, namelijk ook die hebben een heel sterke vertraging van hun inflatietempo laten optekenen. Op de rechtergrafiek ziet u wat dat geeft in maandcijfers, dus dat meet de prijsstijging van maand tot maand. Dat zijn dingen die je normaal best niet toont, omdat u ziet dat er heel volatiel uitziet. Hè. Dat vormt geen mooie lijn. Maar als je door die volatiliteit heen kijkt, dan zie je dat we daar toch zitten met een heel forse daling. Momenteel draaien we rond een maandinflatie voor de onderliggende inflatie van 0,25%. U ziet dat, laten we zeggen, pakweg 6 of 8 maanden geleden veel hoger was.
0,25%, als je dat met 12 vermenigvuldigt voor 12 maanden, 1 jaar te hebben, dan zit je nog altijd te hoog natuurlijk. En dan heb je nog altijd 3%. Maar het is niet meer, het zijn niet meer die extreme pieken die we gezien hebben pakweg in de tweede helft van 2022. Alors, je reviens ou je passe aux coûts salariaux. Là, on vous montre le graphique, je dirais, habituel, onze evergreen, die de loonkosten toont in vergelijking met de ontwikkelingen in onze buurlanden. En misschien onmiddellijk overgaan naar de belangrijkste grafiek die u aan de rechterkant ziet, waar de Belgische loonkostenstijging, uurloonkostenstijging moet ik zeggen, wordt vergeleken met de uurloonkostenstijging zoals die momenteel geraamd wordt voor de buurlanden, in concreto trouwens door onze vrienden en collega's van de drie nationale centrale banken in kwestie. Daar zie je dat er nog altijd een kloof wordt geslagen. Niemand had dat anders verwacht wellicht. In 2022 en 2023, dus de Belgische loonkosten stijgen daar veel sneller dan die in de buurlanden. Momenteel komen we uit op een loonkostenkloof van 4 procentpunten in die periode. Wat niet niks is. Hè. Op 2 jaar tijd verslechtert de loonkostenconcurrentiekracht met 4%, zeg maar. Maar je ziet ook dat dat vanaf nu eigenlijk en in de volgende jaren geleidelijk aan gaat afnemen. Waarom? Omdat ondertussen de Belgische lonen minder stijgen dan in de buurlanden. Indexeringen die wij hebben gehad, uiten zich nu, Steven heeft er al op gealludeerd, uiten zich nu in redelijk forse loononderhandelingen in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Dus daar beginnen de lonen nu sterker te stijgen dan in België. Nu, op basis van de gegevens die we momenteel kennen, dus als je dat allemaal gaat samentellen, en we hebben het er niet om gedaan, maar als je dat allemaal gaat samentellen, dan zou dat betekenen dat die kloof van 4% die je op 2 jaar tijd ziet ontstaan, eigenlijk 3 jaar later min of meer is verdwenen. Op 3 jaar later komen we terug op ongeveer 0% qua loonkostenkloof. Opnieuw, wij komen daar als bank uiteraard niet intussen. Dat zijn officiële berekeningen die de CRB moet maken. Maar als dat bevestigd wordt, dan is één conclusie natuurlijk dat er in principe heel weinig ruimte, om niet te zeggen geen ruimte, is voor conventionele loonstijgingen. En dat ook de volgende loonnorm waarschijnlijk nul zal moeten zijn voor beide jaren. Maar opnieuw, dat is een analyse die de CRB moet maken, niet wij. Wat wij wel kunnen zeggen is dat dat exact het scenario is dat in onze ramingen zit. Dus u ziet daar, ga ik even terug naar de linkerkant van de slide. U ziet daar aan de linkerkant dat eigenlijk de volledige loonkostenstijging in België bijna enkel indexering is. Dus we hebben geen reële conventionele groei. We hebben een heel klein beetje wage drift in sommige jaren, 0,2, 0,3. Maar in essentie is de loonkostenstijging eigenlijk beperkt tot de indexering. Dus ja, dat beeld is iets positiever, men vroeg het ons vanmorgen ook, dan waar het er op een bepaald moment naar uitzag. De reden daarvoor is dat de loonkostenstijgingen in de andere landen toch wel flink opwaarts zijn herzien. Dus opnieuw in lijn met wat Steven heeft gezegd, de cijfers die we daarvoor te horen krijgen, zijn eigenlijk wel wat hoger dan we in onze eerste scenario's verwachten. Dus vandaar, denk ik, en natuurlijk optisch, dat heb ik nog niet gezegd, maar het is de eerste keer dat we 2026 tonen. U weet dat we in december altijd de jaren aan toevoegen. Dus je ziet dat de hele loonkostenkloof eigenlijk zou verdwijnen op basis van deze uitgangspunten. De laatste slide dan van mijn kant, vooraleer ik het woord teruggeef aan Steven, onze fameuze analyse van de marges. Daar kan ik enkel herhalen wat de bank al etelijke keren vanuit verschillende invalshoeken heeft gezegd. Macro-economisch, micro-economisch, op basis van statistieken, op basis van economische analyses. Is het zo dat de winstmarges eigenlijk al gemiddeld, vooral ondernemingen samen natuurlijk, dat die gemiddeld eigenlijk al van in de loop van 2022 aan het dalen zijn. Dat die in 2023 nog forser dalen. En dat die naar het einde van de periode een beetje uitbodemen. Weliswaar nog altijd boven het historisch gemiddelde. Dus er is geen sprake, naar onze mening, van graaiflatie of zo, van een winstprijsspiraal in België. U ziet dat een groot deel van de kostenstijging
door de ondernemingen is opgevangen via de winstmarges. Nu, u herinnert zich misschien uit ons vroeger werk dat in de jaren voor die kostencrisis, dat die winstmarges natuurlijk wel heel sterk waren gestegen. Dus met andere woorden, de ondernemingen hadden wel wat marge om kostenprijsstijging op te vangen. Ik ga het hierbij laten en ik geef graag het woord terug aan de vicegouverneur. Voilà, j'ai encore quelques slides, trois slides sur les finances publiques. Et avant de les lancer, je vais quand même aussi vous dire que vous pouvez bien sûr poser vos questions dans le chat si vous en avez. L'équipe s'occupera de nous les transmettre et on essaiera de répondre tantôt dans le Q&A. Donc, je vous avais promis à peu près trois slides sur les finances publiques et là aussi, je dois vous dire que les chiffres n'ont guère changé par rapport à il y a six mois et c'est une mauvaise nouvelle, on peut dire, dans la mesure où si ces chiffres sont stables, c'est que le problème existant des finances publiques ne s'est pas réglé miraculeusement et que nous nous dirigeons toujours vers un déficit annuel qui, en toute franchise, n'est pas tenable, soutenable à long terme. Aucune raison pour créer une panique immédiate ou exagérée, mais il est clair qu'un rythme dans lequel le déficit, j'ai envie d'appeler l'année 2026 assez structurelle, dans la mesure où ce chiffre de 2026, par exemple, il n'est plus influencé par des mesures temporaires, par des one-shots. Il est aussi situé dans une économie qui, à ce moment-là, est censée prester plus ou moins à son potentiel, ce qui veut dire que les 5,2% que vous voyez en 2026 sont plutôt le niveau structurel vers lequel nous nous dirigeons. Et il est clair que c'est un niveau bien trop élevé. Nogmaals, een aantal technische factoren kunnen sommige jaren wat beïnvloeden. Je zit daar met het wegvallen van de ondersteuningsmaatregelen, je zit met fiscale baremas die bepaalde invloeden hebben, je zit met de typische agenda van de overheidsinvesteringen die in een electoraal jaar ook van de lokale besturen een opstootje kennen. Maar als we doorheen die cijfers naar de middellange termijn kijken, zitten we in België geconfronteerd met een tekort die in structureel opzicht aan het tenderen is naar rond de 5% en die daarboven jaarlijks verslechtert met 0,4%. 0,2% daarvan wijzen wij toe aan de typische vergrijzingsuitgaven, die blijven een negatieve impuls geven aan die overheidsuitgaven. 0,2% is toch ook al het effect van de rentelasten. En dus dat betekent, wanneer we geconfronteerd zijn zonder bepaalde maatregelen met een verslechtering van 0,4%, dat eigenlijk een volgende regering in een legislatuur 10 miljard euro zal moeten zien te vinden, gewoon om het tekort op eenzelfde niveau te houden. Dus dat is inderdaad wel een bijzonder belangrijke inspanning. En je ziet aan de rechterkant ook dat de schuldratio, die je kunt zeggen in 2023 nog een beetje verbloemd wordt door toch wel een vrij hoge nominale bbp-groei, dat die toch ook opnieuw de hoogte ingaat en van 105 naar pakweg 110% aan het evolueren is. Waar ligt een en ander aan? Essentiellement, il ne faut pas le leurrer, c'est aussi une question de dépenses. Vous voyez déjà quand vous regardez la ligne qui, dans mes yeux, ressemble à quelque chose de pourpre, de mauve, quand vous regardez les dépenses primaires, vous voyez qu'il se situe déjà bien au-dessus du niveau pré-pandémique. Et vous voyez aussi, en rajoutant cette couche qui amène la ligne en rouge, que les dépenses en intérêt commencent aussi à peser davantage dans les années qui viennent. Peut-être un petit caveat sur le chiffre, ou en tout cas l'image, qui peut ressembler assez dramatique sur ce slide, c'est-à-dire on serait avant-dernier, juste encore avant la Slovaquie, avec un déficit d'ailleurs à la hausse, contrairement à beaucoup d'autres pays qui connaissent des évolutions d'année en année à la baisse pour le déficit. Nous sommes en train de creuser encore davantage le déficit. Petit caveat par rapport à cela,
quand nous estimons les déficits en politique inchangée, zogenaamd bij ongewijzigd beleid, dan is in België zo goed als altijd een aantal uitgaven per definitie geïndexeerd. En dat is in sommige andere landen, neem bijvoorbeeld Frankrijk, waarmee we ons graag vergelijken, niet altijd het geval. En ongewijzigd beleid betekent daar bij wijze van spreken dat men nog eerst veronderstelt dat er geen indexering zou komen op bepaalde uitgaven waarvan men eigenlijk wel drommels goed weet dat ze de facto zullen geïndexeerd worden. Dus wie weet is de vergelijkingsbasis een klein beetje geflatteerd voor de andere landen en zijn we een tikje te somber in de vergelijking. Maar dat kan natuurlijk niet weglaten dat België flink buiten het goede peloton zit wanneer het erop aankomt om de overheidsfinanciën in orde te brengen. Goed, we komen daarmee op de synthese. La synthèse, je ne vais pas tout vous rappeler, vous l'avez entendu de Geert et vous l'avez certainement bien intégré. On doit reconnaître que la croissance, certainement par rapport au contexte de ce monde qui a quand même traversé pas mal de tempêtes ces derniers temps, pas mal de crises, que la croissance s'est encore assez bien tenue. Alles tezamen toch nog een behoorlijke groei die goed stand heeft gehouden. Niet te onderschatten dat dat voor een belangrijk stuk te maken heeft ook met het ondersteunen van de koopkracht, zeker van de Belgische gezinnen, die daardoor misschien niet, wanneer het gaat over hun de aankopen van woningen en dergelijke, maar toch zeker in termen van de gewone consumptie, vrij stevig het vertrouwen hebben behouden, als je de vergelijking met de context maakt. Bijzonder goede investeringen van de ondernemingen, waarvan we gedeeltelijk Geert heeft daarnet gepoogd om wat de oorzaken te situeren. Er is ongetwijfeld een stukje digitaliseringsagenda, er is een vergroeningsagenda. Wie weet is er een beetje inhaal geweest, maar in alle eerlijkheid, wij vragen het ons soms ook een beetje af hoe het mogelijk is geweest dat die ondernemingsinvesteringen het zo goed zijn blijven doen. Bijdrage van de netto-export niet zo positief, met hoop op beterschap, maar nogmaals, op basis van veronderstellingen waarvan Geert denk ik terecht heeft aangegeven, laat ons toch maar voorzichtig zijn en kijken om de hoek of ze zich ook echt realiseren en dat we in staat zijn om die uitvoermarkten opnieuw als een bron van, als een motor van groei te laten nemen. En tenslotte toch ook wel te onderlijnen, we hebben eigenlijk een aantal moeilijke jaren doorgemaakt, maar de werkloosheidscijfers en meer bepaald de prestatie op niveau van werkgelegenheidsgroei blijft eigenlijk relatief voorbeeldig. Wat niet zo voorbeeldig is in België, dat is de vaststelling dat er veel te veel inactieven zijn. Maar voor het overige moeten we erkennen dat die arbeidsmarkt ten aanzien van de economie op dit ogenblik minder negatief scoort dan wat je zou kunnen veronderstellen op basis van eerdere crisissen die ons land en de eurozone al wel eens getroffen hebben. Ziezo, u heeft hier een totaalbeeld van de cijfers voor de komende jaren. En ik stel voor, als het goed is, dat we nu overgaan naar een aantal Q&A's, een aantal vragen. En men is vanuit de regie al zo goed geweest om mij een eerste vraag, Geert, te noemen, die ik meteen naar u ga sturen. Het is eigenlijk een vraag in twee stukken en die verwijst vooral naar slide 10. Ik ga eens kijken of ik die zelf kan oproepen of wel de regie dat kan doen. Maar wat vraagt men daar rond de groeiverwachting? 1. Wat zijn voor jullie de belangrijkste elementen waarom u eigenlijk verwacht dat de risico's voor de 0,3% reële BBP-groei in het vierde kwartaal eerder opwaarts zijn? Dus wat maakt u daar dan toch nog wat potentieel optimistischer in? En deel 2, een beetje in het verlengde daarvan, hoewel onze belangrijkste handelspartner Duitsland zelf in een harde recessie zit, zien we hier toch een aantal andere prognoses. Wat ligt daaraan ten basis? Dank je wel voor de vraag in elk geval, want dat laat mij toe om een beetje reclame te maken voor een van onze producten. De volledige context van onze korte termijnraming staat zoals altijd beschreven in de Business Cycle Monitor, die we telkens rond de 9e van de laatste maand van het kwartaal hebben uitgebracht. In dit geval was dat vorige week maandag. Als ik met de tweede subvraag mag beginnen, Duitsland doet het slecht, waarom doen wij het zo goed? Slecht. Ik zou niet onmiddellijk nog spreken van een harde recessie, dat is misschien nog een stapje verder, maar goed doet Duitsland het in elk geval niet. Wel, een van de dingen is wat ik heb gezegd, we vliegen momenteel op één motor. De groei die we hebben komt eigenlijk
van de binnenlandse vraag en niet zozeer van de buitenlandse vraag. Dus à la limite is het niet zo superbelangrijk wat Duitsland doet, is het belangrijker wat de Belgische consumptie en de bedrijfsinvesteringen doen. En misschien toch nog even aanvullen, Duitsland is inderdaad natuurlijk niet de voorloper momenteel, eerder bengelt het achteraan het peloton van het eurogebied. Maar er is meer in het eurogebied natuurlijk en we hebben meer handelspartners dan Duitsland alleen. Als je kijkt naar Frankrijk, daar gaat het al iets beter. Als je kijkt naar Spanje, daar gaat het veel beter dan in Duitsland. Dus je moet ook Duitsland niet al te veel of al te makkelijk vereenzelvigen met het eurogebied. Waarom denk ik, het is een aanvoelen, een buikgevoel zeg maar, dat de risico's eerder opwaarts dan neerwaarts zijn, ook voor het laatste kwartaal. Wel, de verrassingen waren, de weinige verrassingen die er waren, moet ik zeggen, waren eerder aan de positieve kant in de laatste kwartalen dan aan de negatieve kant. En we denken ook dat we misschien de consumptiegroei wat te voorzichtig hebben ingeschat. Dus we gaan daar, als ik de cijfers uit het blote hoofd moet zeggen, van een relatief matige groei in het derde kwartaal 0,3 naar een iets hogere groei van 0,5. Ik vermoed, als ik naar een aantal deelindicatoren kijk, de omzet van de kleinhandel enzovoort, als ik kijk naar een aantal ook anekdotische gegevens over restaurants, hotels en dat soort zaken, als je gewoon in Brussel rondloopt, dat de consumptie misschien wel eens wat meer zou kunnen groeien dan die 0,5%. Dus ik denk dat de positieve risico's misschien wat meer doorwegen dan de negatieve risico's die er ook zijn. Het kan inderdaad nog slechter gaan, zoals we zeiden, voor het eurogebied dan we dachten. Maar we denken toch dat er misschien nog iets van marge op zit. Nu, dit gezegd zijnde, alleen al 0,3 zou dus voldoende zijn om de jaargroei naar 1,5 te brengen, wat dus duidelijk boven de potentiële groei is. Dus als ik het misschien daarmee mag eindigen, daarmee mogen we eigenlijk al vrij tevreden zijn als je dat vergelijkt met het eurogebied waar er quasi geen groei is. Ik zie een andere vraag die verwijst naar slide 17. Die ga ik zelf even nemen en ik kondig al aan dat er een vraag is, Geert, straks over de residentiële bouwmarkt op slide 14. Maar eerst even naar slide 17 en iemand vraagt hoe kunnen we eigenlijk de participatiegraad en de productiviteitsverhoging bewerkstelligen? En ik denk dat de vraag gewild deze twee elementen samenneemt, want het is duidelijk natuurlijk dat als we de participatiegraad verhogen door inactieven van vandaag aan de slag te krijgen, dat het niet uit te sluiten valt dat doordat de publieken die vandaag inactief zijn allicht ook wat moeite gaan hebben om meteen al op volle productiviteit te komen, dat een hogere participatie van vandaag inactieven jammer genoeg in een eerste fase een soort neerwaartse druk op de productiviteit zou kunnen teweegbrengen. Wat dat betreft, en dan maak ik nu even wat reclame voor de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, waar de Nationale Bank ook een rol in speelt. Ik denk dat om redenen van inclusie is een hogere participatie, ook van inactieven die vandaag nog de stap te zetten hebben naar hogere productiviteit, dat die toch maatschappelijk als een prioriteit moet worden gezien. Want nooit kan het de bedoeling zijn om de productiviteit van een economie te verhogen door te zorgen dat er een overmatig deel van mensen op beroepsleeftijd niet deelnemen aan de arbeidsmarkt. En dus we zullen daar inderdaad ook maatregelen voor moeten treffen, maar ook voor diegenen die vandaag wel beroepsactief zijn er ook stappen nodig om die productiviteit te verhogen. De belangrijkste lijkt mij te zijn de vaststelling dat in een land zoals het onze, waar inderdaad de werkloosheidscijfers aan de relatief lage kant zijn, als je dat historisch bekijkt, dat we tegelijkertijd ook de hoogste vacaturegraden ondervinden, of dat de werkgevers in ieder geval de meeste last hebben om geschikte personeelsleden te vinden, ook in die gewesten, in het zuiden van het land of in Brussel, waar eigenlijk de werkloosheid toch wat aan de hoge kant is. Dus die hoge vacaturegraad duidt op een mismatch in het aanbod en de vraag. En dus hoe los je dat op? Met een hele rits van maatregelen. Er is geen one solution fits all.
Het heeft te maken met opleiding, het heeft te maken met meer jonge mensen, ook meer jonge meisjes, naar stemrichtingen aanmoedigen. Dus science, technology, engineering en mathematics. Zorgen ook dat diegenen die wel al aan de slag zijn, dat die ook meer vorming, permanente vorming hebben. Wij geven best wel wat geld uit aan vorming in ons land, maar niet altijd voor de juiste profielen. De mensen die er het meeste zouden deugd van hebben, participeren niet altijd aan opleiding. En in het algemeen is natuurlijk de begeleiding van diegenen die naar werk zoeken of niet goed naar werk zoeken, een van de belangrijke maatregelen om productiviteitsversterkend te zijn. Dat allemaal op het niveau van de arbeidsmarkt. Ik denk dat ondertussen de werkgevers ook niet gaan stil blijven zitten en hun productiviteitsstijging uiteraard ook gaan ontlokken uit maatregelen die niet altijd arbeidscreërend zijn, maar dat is een heel ander register. Ik heb vooral willen insisteren op datgene wat er in de arbeidsmarkt zelf kan gebeuren. En dus zoals aangekondigd, Geert, slide, wat was het ook alweer, 14 zeker. Iemand vraagt me of vraagt ons, hoe kunnen we eigenlijk, wat zouden we kunnen doen om de residentiële bouwmarkt naar een positieve trend te brengen? Ja, we hebben natuurlijk geen toverstokje om al die tegenwinden die er momenteel zijn, de hoge bouwkosten, de hoge rente enzovoort, om die allemaal van vandaag op morgen te keren. Op het rentevlak is er misschien toch wel wat goed nieuws, in de zin dat we de laatste tijd, dankzij de verandering in toon, vooral ook in de Verenigde Staten, ook het feit dat men meer en meer schijnt te denken dat de piek bereikt is, ook in Europa, dat men daar misschien ook eerder richting een afname van die hypothecaire rente dan een stijging gaat. In elk geval de marktrentes op overheidspapier zijn al afgenomen. Jammer genoeg kunnen we moeilijk zeggen dat de bouwkosten lager moeten zijn. Dat is de marktwerking die daar speelt. Wat denk ik wel, en daarmee treed ik misschien een beetje uit het strikte kader van de praxis, omdat dat wat een structureel gegeven is. Wat denk ik wel in bepaalde mate vooral de nieuwbouw schijnt tegen te houden of te wegen op de nieuwbouw, is het vergunningenbeleid van de diverse overheden. We horen meer en meer dat het steeds moeilijker wordt om bijvoorbeeld relatief grote projecten met wat hoogbouw enzovoort vergund te krijgen. Of dat lang duurt, lang aansleept, met vele beroepsmogelijkheden, alle not in my backyard protesten die daarbij horen enzovoort. Dus mocht dat misschien wat minder gaan, mochten die vergunningen wat soepeler komen, zou je automatisch zien dat het aanbod stijgt. Dat betekent ook dat de prijzen dan misschien wat minder gaan toenemen of misschien zelfs wat gaan dalen, wat een wat positievere cirkel in gang zal brengen. Dat is een beetje het enige waar ik momenteel aan denk wat binnen de macht ligt van inderdaad de overheid om daar iets aan te veranderen. In het andere geval denk ik moeten we het een beetje uitzweten en effectief wachten tot de bouwkosten wat minder gaan toenemen, de effecten van de renteverhoging wat zijn weggeëbt, vooraleer je daar iets of wat normalisatie gaat zien. Geert, il y a une dernière question qui va probablement être quelque chose que vous allez reconnaître, parce que soit quelqu'un a posé exactement la même question qu'un journaliste a posé ce matin, soit ce même journaliste se trouve encore dans le webinaire pour vérifier si ce qu'on a dit ce matin correspond avec ce qu'on dit dans le webinaire. Mais bon, c'est une question intelligente. De illustraties tonen dat de bedrijfsinvesteringen spectaculair zijn gestegen over een periode van toch dalende marges en dalende competitiviteit. En dat is allicht gedreven door bedrijfsinvesteringen in automatisatie, digitalisering, vergroening, noem maar op. Maar dat zijn toch allemaal tendensen, zegt die persoon, die ook de komende jaren nog altijd heel erg pregnant gaan blijven. Waarom zijn dan jullie verwachtingen van de bedrijfsinvesteringen de komende jaren op slide 13 een stuk lager dan het lange termijn gemiddelde op de grafiek? Je hebt al uitgelegd dat de vergelijking in die grafiek een beetje zou kunnen trompeur zijn, omdat de cijfers vlak voor de lange termijn eigenlijk extreem hoog zijn. Maar hoe dan ook kan de kijker niet anders dan vaststellen dat de verwachtingen liggen onder het lange termijn gemiddelde. Ja. En dus waarom toch niet meer overtuiging dat ook die investeringen in de komende jaren nog zullen moeten blijven op een hoog ritme, onder andere door die drie tendensen? We kunnen inderdaad optimistischer zijn natuurlijk, maar
Ja, we komen effectief van een periode waarin de investeringen spectaculair zijn gegroeid. Dan is het relatief normaal om een soort normalisatie te veronderstellen. Nu, het lange termijn gemiddelde wat u daar op de grafiek ziet staan is misschien op zich een beetje misleidend, omdat dat natuurlijk is wat het is. Het is berekend over een bepaalde periode. Ik ken de periode niet van buiten, excuus, en het lettertype is te klein. Maar het is berekend over een periode van alle vormen van groei, alle soorten van groei. Gemiddeld gesproken zijn de investeringen, de bedrijfsinvesteringen, excuus, met x gestegen. Nu, wat je ook ziet, is dat je in vooral 2024 en 2026 gaat naar een periode waarin het BBP wat trager groeit dan waarschijnlijk in de afgelopen jaren. Dus het is eigenlijk normaal dat de bedrijfsinvesteringen een beetje onder het gemiddelde, onder het langjarig gemiddelde duiken, omdat die natuurlijk afhangen van de lange termijngroei. Je kan het ook zo bekijken, als we nog altijd uitgaan van een jaargroei van de investeringen met ongeveer 3%, ja, dat is nog altijd bijna het dubbele of zelfs meer dan het dubbele dan de jaargroei van het BBP. En daarom hebben we ook de grafiek naast gezet die dat in verhouding uitdrukt tot dat BBP. En daar zie je dat eigenlijk de investeringen, de bedrijfsinvesteringen, een steeds groter deel van het BBP gaan voor zich nemen. Dus je kan denk ik niet zeggen dat we daar pessimistisch zijn geweest. Eerder, we hebben de trend die we zagen doorgetrokken. We hebben misschien een klein beetje snel afgeremd, omdat de groei effectief bijzonder groot was in de vorige kwartalen. Maar het lijkt mij een relatief neutrale raming. Kan het meer zijn? Uiteraard kan het meer zijn. Het kan denk ik ook minder zijn. Er zijn ook mensen die geloven, die zelfs heel sterk van overtuigd zijn, dat het effect van de hoge rente op de bedrijfsinvesteringen vroeg of laat wel zal komen. Ik behoor niet tot die mensen, maar oké, daar zijn er misschien ook wel wat negatieve risico's dat ondernemingen misschien toch hun investeringen wat meer gaan terugschroeven mocht de rente op dit niveau blijven. Et voilà, on vous remercie pour votre attention et on vous donne volontiers rendez-vous pour un prochain webinar of een volgende evenement. Hou onze website in de gaten voor nieuwe opportuniteiten om kennis te nemen van de werkzaamheden van niet alleen de studiedienst van de Nationale Bank, maar alle mogelijke interessante zaken die wij u te melden hebben. Dank nog eens opnieuw voor uw aandacht en graag tot een volgende gelegenheid. Dank u wel.